Hi, mijn naam is Gijs, een van de docenten van de Online Video Marketing Academy. In deze video ga ik jullie uitleggen hoe je een afspeellijst kunt verwijderen. Ik ga er natuurlijk wel vanuit dat jullie natuurlijk een YouTube-kanaal hebben. Als je bent ingelogd bij YouTube, ga je naar de rechterkant, naar de icoon, en klik daarop en klik vervolgens op Creator Studio. Je klikt erop en vervolgens ga je naar de linkerkolom en klik je op Video Beheer. Daarna ga je naar afspeellijsten. Je klikt erop. En dan zie je alle afspeellijsten die in jouw YouTube kanaal aanwezig zijn. Nou, vervolgens ga je naar bewerken. En zie je de betreffende afspeellijst. Vervolgens klik je op instellingen voor afspeellijsten. En dan zie je gelijk een aantal opties. Je kunt namelijk ook je afspeellijst, in dit geval was die openbaar, maar je zou hem ook niet vermeld of op privé kunnen zetten. Maar wij hebben ervoor gekozen om de afspeellijst te gaan verwijderen. Nou, je klikt op afspeellijst verwijderen. Weet je zeker dat je test 2 wilt verwijderen? Dat is permanent. Ja, dat willen we. Ja, verwijder. En je afspeellijst is verwijderd. Wil je meer weten over afspeellijsten, over je YouTube-kanaal instellen? Abonneer je dan nu op ons kanaal of kijk een van onze andere filmpjes. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.